Het dreigingsniveau in Brussel is met onmiddellijke ingang verlaagd. We zijn niet meer in een situatie waar de bedreiging zeer nabij is. En intussen probeert Frankrijk steun te krijgen van de Russen in de strijd tegen IS. En verder in het nieuws vandaag. Na jarenlange fusies moeten mbo-scholen juist weer kleiner. En ook rond het hockeyveld steeds meer geweld. Goedenavond. Dagenlang zat Brussel op slot, reed de metro niet, waren de scholen dicht. Allemaal omdat de autoriteiten ernstig rekening hielden met terreuraanslagen. Maar nu, met onmiddellijke ingang, is het zogenoemde dreigingsniveau verlaagd. De man die ze zochten, een van de hoofdverdachten van de aanslagen in Parijs, hebben ze niet gevonden. Pour être extrêmement clair et précis, le niveau 3, selon les termes de la loi, signifie que la menace est possible et vraisemblable. Le centre de crise propose, et nous suivons cette proposition, de maintenir une présence policière et militaire, une présence qui va être adaptée, mais de manière progressive. Aldus de premier van België, correspondent Joris van Poppel in Brussel, die van tevoren zei dat die toestand tot maandag in ieder geval zou duren, dat dreigingsniveau op het allerhoogste niveau. Wat is er gebeurd? De veiligheidsdiensten, inlichtingendiensten hebben een nieuwe analyse gemaakt en die zijn tot de conclusie gekomen dat de dreiging niet meer zeer nabij en niet meer zeer ernstig is. Dat is het enige dat Michel daarover wilde zeggen. Wat er precies is veranderd, liet hij zich niet over uit vanwege de veiligheid. Een grote Vlaamse krant schreef deze ochtend nog dat de inlichtingendiensten ervan uitgaan dat ze de terroristen hebben verjaagd met grote politieacties, met massale invallen op 22 locaties afgelopen zondagavond. Nou, Michel wilde daar niks over zeggen. Die benadrukt alleen, dat hoorde je net, dat de situatie nog steeds niet veilig is. Niveau 3, zei hij, dat betekent nog steeds dat een aanslag waarschijnlijk is. Maar betekent dat ze de hoop hebben opgegeven om bijvoorbeeld die hoofdverdachte, een van die hoofdverdachten van de aanslagen in Parijs ook te pakken? Nee, absoluut niet. Die klopjacht die gaat door. Vanmorgen waren er weer twee invallen in Wallonië, in twee verschillende plaatsen in Wallonië. Het gaat niet alleen om die hoofdverdachte, maar om verschillende andere mensen. Want premier Michel heeft een paar dagen geleden nog gezegd dat het zou gaan om een aanslag vergelijkbaar met die in Parijs, uitgevoerd door verschillende mensen op verschillende locaties. Dus die klopjacht die gaat door, ondanks dat het dreigingsniveau nu iets verlaagd is. Ja. Je merkt in het buitenland dat er toch met wat verbazing wordt gekeken naar hoe dat is gegaan de afgelopen dagen in België. Is er in België zelf geen kritiek? Ja, zeker. De Belgen gingen er heel sereen mee om tot nu toe met de terreurdreiging. Maar vanmiddag in het parlement barstte de kritiek op de regering los. De oppositie die zegt hier, de regering zaait angst en verwarring. Bijvoorbeeld door eerst de scholen te sluiten vanwege die hoge terreurdreiging. En daarna de scholen sinds gisteren weer gewoon open te doen, ondanks dat die terreurdreiging op het hoogste niveau bleef staan. Dat is natuurlijk heel verwarrende communicatie. Premier Michel zegt, wij zijn niet degene die angst zaaien. Wij zijn niet degene die zorgen voor die verwarring en deze situatie waar de Belgen nu in zitten. Dat is allemaal de schuld van de terroristen. En de regering probeert er zo goed mogelijk mee om te gaan. Oké, Joris, dank je wel. En dan de strijd tegen IS in Syrië. De Fransen willen na de aanslagen in Parijs meer steun daarvoor. President Hollande is daarvoor al langs geweest bij de Britse premier Cameron, bij president Obama en bij bondskanselier Merkel. Maar het moeilijkste bezoek staat vandaag op de agenda. Moskou, Poetin. Want na het neerhalen van een Russisch gevechtsvliegtuig door de Turken lijkt een gezamenlijke vuist maken tegen IS wel heel erg ingewikkeld. Laat in de middag arriveerde president Hollande in het Kremlin. Beide partijen hebben het belang van een goede samenwerking tegen een gezamenlijke vijand nog eens benadrukt. Het is islamiek. Il a un territoire, il a une armée, il a des ressources. Et donc nous devons faire cette large coalition dont j'ai parlé pour frapper ce terrorisme. Vous прикладываете много усилий для создания широкой антитеррористической коалиции. Вы знаете нашу позицию, мы готовы к такой совместной работе.
Более того, считаем ее абсолютно необходимой. Correspondent David-Jan Godfra in Moskou en David-Jan, ze zijn nog altijd aan het praten. Hoe komt dat? Waarom duurt het zo lang? Dat komt omdat het een ongelooflijk ingewikkelde kwestie is. Maar ze zitten in ieder geval nog te praten. Daar was een beetje twijfel over eerder deze week. Je noemde het al, na het neerhalen van een Russisch vliegtuig door de Turken. Of zo'n gesprek nog wel zin had. Maar ze zitten nu al meer dan een uur langer te praten dan de bedoeling was. Dat betekent dus dat ze serieus aan het onderhandelen zijn. Of dat tot resultaat leidt, dat is nu nog onmogelijk te zeggen. Het kan best zijn dat de oorlog zo meteen naar buiten komt met een boodschap op zak, bijvoorbeeld voor president Obama, om daar verder over te praten. Ik denk niet dat er een heel concreet resultaat uitkomt vandaag, maar wellicht een basis om verder te praten, want ik zei het al, het is heel ingewikkeld. Laten we maar even kijken hoe ingewikkeld. De internationale coalitie wordt aangevoerd door de Verenigde Staten. Behalve de VS voeren ook Frankrijk en Turkije en een aantal Arabische landen luchtaanvallen uit op IS in Syrië en Irak. Het Verenigd Koninkrijk, Nederland, België en Denemarken bombarderen IS alleen in Irak. Canada en Duitsland leveren materieel en trainen militairen. De Koerden zijn een belangrijke bondgenoot van de coalitie. Ze vechten op de grond tegen IS en worden met luchtaanvallen gesteund. Op verzoek van de Syrische president Assad bombardeert ook Rusland IS-doelen in Syrië. Maar ze bestrijden ook andere vijanden van Assad. Groepen die juist weer gesteund worden door de coalitie. Ook Iran is bondgenoot van Assad en strijdt tegen IS. De Franse president Hollande wil nu dat Rusland zich bij de internationale coalitie voegt om IS gezamenlijk te bestrijden. Dan moeten de Russen de steun aan de Syrische president wel opgeven. Maar volgens Rusland is Assad in de strijd tegen IS onmisbaar. Ja, en dus David-Jan is de vraag, wat moet er gebeuren om de Russen mee te krijgen? Er moet heel veel gebeuren. Er moet heel veel water nog door de rivieren stromen om Rusland zover te krijgen. Het gaat natuurlijk ook om de positie van Assad. Want Rusland wil graag dat Syrië een bondgenoot van Rusland blijft. Ook als IS uiteindelijk verslagen is. Ze willen niet dat Syrië bijvoorbeeld zoals Libië in elkaar stort. Als die oorlog eenmaal voorbij is. Maar er spelen ook allerlei hele praktische vragen. Er moet onderhandeld over worden over de vraag wie moet er nu bijvoorbeeld gebombardeerd worden. Wie is vriend? Wie is vijand? Dat is natuurlijk IS, maar er zijn andere groepen waar de verschillende partijen heel anders over denken. Wie moet er meedoen aan onderhandelingen over de toekomst van Syrië? Is dat Assad of is dat juist niet Assad? Is dat de oppositie? En welke delen van de oppositie dan? Nou, dat soort vragen, daar moet eerst een antwoord op komen voordat je kunt spreken van een formele coalitie tegen IS. En dat zal nog wel eventjes duren. Oké, David-Jan, dankjewel. Gaan we door naar Parijs, naar Ron Linker. Ron, valt er met de Fransen over de zaken die David-Jan net meldde uit Moskou te praten? Kijk, het grootste struikelblok is de positie van Bashar al-Assad. En voor de Fransen is hij de veroorzaker van alle ellende in Syrië. Dus dat hij zou aanblijven, dat is voor de Fransen absoluut onacceptabel. Dus dat maakt ook het sluiten van zo'n internationale coalitie heel erg lastig. Misschien zelfs wel onmogelijk. Maar je moet de Fransen goed begrijpen, het sluiten van die coalitie, dat is niet het doel. Het is een middel. Het doel is het vernietigen van IS. En dat gaat het beste via een coalitie. Maar als dat niet lukt, ja, dan gaan we kijken, zeggen de Fransen, of we misschien op individuele terreinen kunnen samenwerken. Dat kan ook met de Russen. En dan moet je denken bijvoorbeeld aan het afstemmen van militaire acties of aan het uitwisselen van inlichtingen. Ja, we hoorden net, dat gesprek is nog steeds bezig in Moskou. Verwachten ze er in Frankrijk eigenlijk veel van? Nou ja, hier in Parijs waren de verwachtingen niet echt hoog gespannen. Je kunt je voorstellen dat na het neerhalen van die Russische jager, dat ja, de verwachtingen naar beneden zijn bijgesteld. De Russen en de Turken liggen met elkaar overhoop. Ook Obama en Poetin kunnen het niet vinden als het gaat om Syrië. Dus er waren weinig verwachtingen. En toch, de afgelopen week heb je heel veel ontmoetingen gehad tussen Hollande, met Cameron van Groot-Brittannië, met Merkel van Duitsland. Vanochtend nog weer met Renzi van Italië. En er zijn wel degelijk concrete resultaten te melden. Die territorien in denen ISIS zich breed gemacht had, möglichst terugzudringen. En insofern sehen wir uns mit unseren Möglichkeiten, die wir Frankreich zur Unterstützung bereitstellen und bereitstellen können, auf sicherem rechtlichen und völkerrechtlichen Boden. I'm in no doubt that it is in our national interest for action to be taken to stop them.
and stopping them means taking action in Syria, because it is Raqqa that is their headquarters. Dat zijn dus hele concrete resultaten die deze week al te melden zijn. Nu zit Hollande nog met Poetin om de tafel en hij hoopt na afloop ook samen met de Russen toch weer concrete stappen te kunnen melden in de strijd tegen IS in Syrië. Ron, dank je wel. En tot zover over die gesprekken. En dan het onderwijs. Het was een idee van een van de voorgangers van de huidige minister van Onderwijs. MBO-scholen moesten fuseren, ze moesten groter worden. Ze moesten opgaan in grote ROC's. Maar nu, zo'n 20 jaar later, moet het allemaal anders. De scholen moeten juist kleiner, zegt de huidige minister. Maar veel scholen zelf zijn het daar niet mee eens. Ze willen lasser worden of metaalbewerker. Deze leerlingen van het ROC van Twente. Een ROC met 20.000 leerlingen. Dat klinkt als een hele grote school. Maar de opleidingen zijn verspreid over 13 plaatsen. In Hengelo zijn bijvoorbeeld al 4 locaties. Ze zijn het hier dan ook niet eens met de minister. Cijfers over aantallen leerlingen zeggen niets over de kwaliteit van het onderwijs. We zijn absoluut geen leerfabriek. En ik denk dat als we kijken naar wat wij hier aan het doen zijn, dan leveren wij onderwijskwaliteit. We doen het goed, mensen zijn tevreden, studenten zijn tevreden. En daar doen we het voor. Ik heb een groepje waar ik zie, dat is ongeveer in totaal op een dag 200 man misschien. En het voelt allemaal gewoon lekker klein, lekker gezellig. Je kent bijna iedereen en dat is gewoon fijn. We hebben hier onze eigen werkplaats. En onze eigen leraren die zitten hier in de vleugel. Dus we hoeven nooit verder te lopen om contact te zoeken. Het zijn kleine scholen binnen een hele grote. Hier zitten de technische jongens. Aan de andere kant het zorgonderwijs. En zo gaat het op veel ROC's, zeggen ze bij de MBO-raad, waar ze onaangenaam verrast zijn over de plannen van de minister. Het thema groot-klein en kwaliteit en het thema groot-klein en je leerlingen kennen, daar zit geen verband tussen. En dat blijkt ook uit talloze onderzoeken. Dat grote scholen niet per se minder presteren dan kleine scholen. Ook niet waar het gaat om studenttevredenheid. Van deze leerlingen hoeft er niets te veranderen. En de MBO-raad hoopt dat ze in Den Haag tot inkeer komen. Nou, daar ziet het niet naar uit. Minister Bussemaker zegt dat ze vasthoudt aan haar wetsvoorstel. De scholen moeten kleiner worden, vindt ze. Een vurig pleidooi voor meer samenwerking tussen Nederland en Oekraïne. Dat was vandaag te horen uit de mond van president Poroshenko op bezoek in Den Haag. Premier Rutte wil de banden ook graag aanhalen, maar Nederland houdt daar eerst nog een referendum over. Met als vraag of de afspraken met Oekraïne wel zo'n goed idee zijn. Poroshenko trekt zich daar weinig van aan. Poroshenko reist de wereld over. Hij wil zijn land hervormen, hij wil handel drijven en daarom zoekt hij steun in Europa. En dat Nederland daarover dan een referendum gaat houden, dat maakt hem niets uit. Dat verandert niets aan de werkelijkheid. This referendum do not stop association agreement. You should understand that, understand in European Union and in Ukraine. De actiegroep Geen Pijl vroeg dat referendum aan. Die zien de afspraak met Oekraïne als een opstapje naar EU-lidmaatschap. Maar premier Rutte wil daar niets van weten. It's not about that. It is about having stable neighbors, strong relationships, sharing European values, yes. And therefore we will vigorously defend the government's position on this. Poroshenko geeft zelf geen stemadvies. Maar om nou te zeggen dat hij blij is met het referendum. And I hate the idea that anybody will use the idea of democracy and referendum against Ukraine. Bovendien ziet Poroshenko de bezwaren niet. Met het verdrag wil zijn land zich juist meer richten op Europa. The last farewell to the Soviet Union. The last farewell to the communism. The Rubicon that we should cross. Who is against that? Het kabinet in ieder geval niet. Maar of Rutte de rest van Nederland ook kan overtuigen, blijkt op 6 april bij het referendum. Het monument voor de slachtoffers van de MH17-ramp komt op Schiphol. Meer dan de helft van de nabestaanden heeft gekozen voor de luchthaven. Op dit landgoed in Vijfhuizen, vlakbij Schiphol, komt dat monument. Het wordt een bos in de vorm van een herdenkingslint, zoals te zien is op deze animatie. Er komen 298 bomen, één voor ieder slachtoffer. Het is de bedoeling dat het monument op 17 juli 2017 wordt onthuld, precies 3 jaar na de ramp. In het Zuid-Hollandse Voorhout zijn 2 doden gevallen toen een trein een auto aanreed. Volgens ooggetuigen kwam de auto door motorpech stil te staan op een spoorwegovergang. De inzittenden konden niet op tijd wegkomen. Het treinverkeer was urenlang gestremd. Bij ruim 140.000 mensen in Europa is vorig jaar een HIV-besmetting vastgesteld.
Nooit eerder was dat aantal zo groot. In de afgelopen 10 jaar is het aantal HIV-besmettingen meer dan verdubbeld. Vooral in Oost-Europa zijn veel mensen besmet. De stijging wordt vooral veroorzaakt door heteroseksuele contacten en door drugsgebruik. In Zuid-Afrika mag vanaf vandaag weer worden gehandeld in de horens van neushoorns. Dat was de laatste 6 jaar verboden. Vorig jaar werden in Zuid-Afrika meer dan 1200 neushoorns door stropers gedood. De hoorns zijn vooral populair in Oost-Azië. Ze worden daarvoor veel geld verkocht als grondstof voor medicijnen. Het is alweer een tijdje terug, maar in april struikelde het kabinet er bijna over. De zogenoemde bed, bad en broodopvang, bedoeld voor zo'n 2000 asielzoekers die uitgeprocedeerd zijn. Afspraak was toen om die opvang weg te halen bij gemeenten en te concentreren in 6 plaatsen in het land. De vraag was of je van vluchtelingen in ruil voor bed, bad en brood mag eisen dat ze meewerken aan hun uitzetting. Vandaag kwam het antwoord. Meerdere uitgeprocedeerde asielzoekers hadden een zaak aangespannen, omdat ze vinden dat ze recht hebben op 24-uursopvang, ook wel bed, bad en brood. Daar zouden ze volgens Europese richtlijnen recht op hebben, maar de Raad van State ziet dat anders. De kern van de uitspraak is dat de staatssecretaris voorwaarden mag stellen aan uitgeprocedeerde vreemdelingen die opgevangen willen worden door het Rijk. En die voorwaarde voor bed, bad en broodopvang is dat ze meewerken aan hun uitzetting. Is dat een overwinning voor u? Nou, zo voel ik dat niet. Maar toch zijn ze in Den Haag wel blij met de uitspraak, want het kabinet kan nu door op de ingeslagen weg om met gemeenten afspraken te maken over uitgeprocedeerde asielzoekers. Illegaal is illegaal en dat heeft geen rechten. En de PvdA vindt dit ook? Nou, volgens mij was het compromis helder op dit punt en de uitspraak van de Raad van State vandaag ook. Maar het is in ieder geval de bedoeling dat je dat op een nette, rustige manier doet met het doel werk aan perspectief, zodat mensen uiteindelijk terug kunnen keren naar hun land van herkomst. Hoe anders was dat in april toen het kabinet bijna over de kwestie viel? We zijn er nog niet uit. Nou, het is een ingewikkelde kwestie. Sommige dingen zijn nou eenmaal iets ingewikkelder. PvdA en VVD zaten te broeden op een compromis en dat kwam er uiteindelijk ook. En daarom zullen deze uitspraken van de rechter niet tot nieuwe politieke conflicten leiden in het torentje. Nee, want politiek is er sindsdien ook wel wat veranderd. VVD en Partij van de Arbeid hebben door de komst van heel veel vluchtelingen wel wat anders aan hun hoofd dan ruzie maken over een relatief kleine groep illegalen wel of niet in de opvang. Want wil je al die opvang voor die nieuwkomers nu waarmaken, dan kan je het er echt niet bij hebben dat je ook nog eens mensen houdt die hier langer blijven dan strikt noodzakelijk. En dat is een besef dat bij de kemphanen van toen nu echt wel is doorgebroken. Hij was juist weer actief als nooit tevoren, maar vorige week overleed hij. De protestzanger van Nederland, Armand, 69 jaar oud. Familie, vrienden en fans namen vandaag afscheid van hem in Eindhoven. En dat deden ze met veel muziek. Is dat nog alles vet die volgens mij dat hij hier zelf niet 3,5 uur kan spelen? Ja, ik zelf luisterde voor het eerst naar Armand toen ik een jaar of 16 was. Naar het geweldige nummer Want er is niemand en nou ik. En wie had toen op dat moment gedacht dat ik jaren later met hem op het podium zou staan? De klimaattop volgende week in Parijs. Alle ogen zijn daar ook gericht op China, de grootste vervuiler van de wereld. Maar de Chinezen willen nu echt werk gaan maken van het milieu. Binnen 15 jaar moet 1/5 van alle energie duurzaam worden opgewekt in China. En dus bouwen de Chinezen enorme windmolenparken. Ten noordwesten van Peking bijvoorbeeld, waar over 7 jaar de eerste klimaatneutrale Olympische Winterspelen worden gehouden. Beginnen! De traditionele boerderij van de familie Li wordt nog op de ouderwetse manier verwarmd. Maar de nieuwe tijd rukt op en het boerendorp wordt inmiddels omringd door de windturbines van het staatselektriciteitsbedrijf. Dit is het grootste project ter wereld waar duurzame energie wordt opgewekt met honderden windturbines en weilanden vol zonnepanelen. We zijn we zijn
Over 5 jaar al moet de helft van alle energievoorziening in deze regio afkomstig zijn van dit soort windturbines en zonnepanelen. Duurzaam dus. Dat is een stevige ambitie van China, wat natuurlijk toegejuicht wordt door organisaties als Greenpeace. Hoewel die ook nog behoorlijk wat obstakels op de weg zien. Some provinces in China also still depends on coal, on fossil fuel, to be the main source of economic growth. So I think these are some of the oppositions or some of the difficulties China need to tackle. Op allerlei milieubeurzen moet de gewone Chinees er dus ook van worden overtuigd dat ze op een andere manier hun energie moeten gaan opwekken. En ondanks de torenhoge windmolens in hun achtertuin krijgt de familie Li nog geen duurzame energie geleverd. Tot hun spijt. Slaan een scheidsrechter in het kruis trappen. Toeschouwers die op de vuist gaan, dat gaat niet over voetbal, het gaat over hockey. De Hockeybond maakt zich zorgen over toenemend geweld tijdens de wedstrijden. In en om het veld gaat het er steeds harder aan toe. Een rake strafbal bij de Gooise Hockeyclub in Bussum. Van 4 uur vanmiddag tot 11 uur vanavond trainen hier tientallen teams. Tientallen, want de sport is tegenwoordig razend populair. Het aantal hockeyers in Nederland is sinds het gewonnen wereldkampioenschap van 98 explosief gegroeid. En dat gaat nog wel even door. Dus het is eigenlijk logisch dat zich meer incidenten voordoen. Alleen gaan die twee trends niet gelijk op. Ten opzichte van vorig jaar hebben we 2,5% meer wedstrijden gespeeld in de eerste helft van het seizoen. Terwijl ik op het aantal kaarten de groei op sommige punten 12 en in enkele categorieën zelfs 25% groei zie. Meer zware overtredingen op het veld dus, maar ook de incidenten daaromheen worden steeds erger. En daarin zie je inderdaad waar we voorheen vooral verbaal wangedrag hadden, dat dat nu ook meer fysiek wordt. En dat terwijl veel ouders hockey juist meer en meer beschouwen als het beschaafde alternatief voor bijvoorbeeld het ruwe voetbal. Volgens de club in het Gooi verklaart dat ook voor een deel de verharding in het hockey. De leden komen nu uit alle lagen van de bevolking. Vroeger zou je bij een gemiste strafbal dit niet gehoord hebben. Ik denk dat het vroeger toch nog wel een enigszins beschermde sport was. Elitesport werd het ook wel genoemd. Maar dat je ook toetreders ziet vanuit niet-hockeygezinnen. Mensen die de sport leuk vinden. Maar die toch wat dat betreft uit een andere achtergrond hebben. En nou ja, wat ik zei, daardoor meer toch het wordt hockey een afspiegeling van de maatschappij. De Hockeybond onderzoekt of zwaardere straffen het tij kunnen keren. Zijn we toe aan het weer. Willemijn, dat ziet eruit als rustig weer. Dat was het vandaag ook. Rustig weer, zonnig weer ook. En met dat weinige wind voelde het eigenlijk buiten best heel lekker, met temperaturen zo rond een graad of 9 à 10 op een enkele plek. Dit was Zeeland vanmiddag, maar zo zag het er natuurlijk op veel meer plaatsen in ons land uit. We zaten vandaag onder invloed van zwakke uitloper van dit hoge drukgebied. Dat zorgde dus voor dat rustige weer. U ziet die witte lijnen, die lijnen van gelijke druk, zitten ver uit elkaar. Dus dat betekent weinig wind. Maar er gaat wel het een en ander veranderen. En dat heeft alles te maken met deze bewolking die u daar ziet. Nou, zo ziet u het natuurlijk nog wat beter. Want die zon komt heel langzamerhand naderbij. Nou, dat gaat eerst gepaard met bewolking waar we mee te maken krijgen. Dat begint vannacht al. En dan komt die neerslagzone eraan. Morgen overdag al wel wat motregen, maar de echt serieuze neerslag valt eigenlijk pas in de nacht naar zaterdag. Nou, en vooruitlopend op die neerslagzone die eraan komt, gaat de wind ook flink toenemen. Nou, daar vertel ik u zo nog wat meer over. We gaan ons land van wat dichterbij bekijken. Vannacht nog steeds dus helder weer. Vooral in het oosten kan het nog flink afkoelen. Op dit moment zitten we eigenlijk al dicht tegen het vriespunt aan op een aantal plaatsen. Er kan ook wel wat mist ontstaan, want er is dus weinig wind. Aan zee staat er iets meer wind en daar ligt de temperatuur ook iets hoger. En er zal er in de komende nacht ook wat meer bewolking komen. Morgen begint de dag nog met wat zon in het oosten en zuidoosten van ons land. Nou, dat zal niet het geval zijn. In het westen, ook niet in het noordwesten, daar is de bewolking al wat dikker. Valt er van tijd tot tijd wat motregen en dat breidt zich heel langzaam richting het zuidoosten uit. Het is morgen wel wat koeler dan vandaag met een graad of 6.
Een matige wind uit het zuiden tot zuidwesten. En in de loop van de dag gaat die wind flink aantrekken. En dat merken we dan vooral in de kustgebieden. Zo aan het eind van de middag staat er een windkracht 6, een krachtige wind. Maar in de avond komt er een windkracht 7 te staan. Een harde wind nog steeds uit het zuiden. Nou, en dan krijgen we dus te maken met die neerslagzone. Die valt dus echt vooral 's nachts. En dat betekent zaterdag overdag enkele buien. Daarna krijgen we een nieuwe neerslagzone. In de nacht dus weer naar zondag. En zondag overdag dan toch een aantal buien. Af en toe wat zon, maar wel 10 graden. En tot zover dit NOS-journaal met als belangrijkste nieuws. Het dreigingsniveau in Brussel is met onmiddellijke ingang verlaagd. De man die ze zochten, een van de hoofdverdachten van de aanslagen in Parijs, hebben ze niet gevonden. En in Nieuwsuur, de nieuwe IT-waakhond van de overheid. Hij blaft wel, maar bijt hij ook, vragen Kamerleden zich af. 10 uur, NPO 2. Goedenavond. Na de